Ja, de ogen zijn gericht op Moskou, want president Poetin heeft zojuist een televisietoespraak gegeven over de oorlog in Oekraïne. Daar gaan we over praten met correspondent Olaf Koens. Olaf is in de stad Kharkov en heeft de speech gezien. Olaf, goedemorgen. Fijn dat we even met je kunnen praten. Wat is het laatste nieuws? Ja, Robin, goedemorgen. Nou, het laatste nieuws is dat Poetin met steeds meer dreigementen komt. Hij zegt dat die oorlog nog steeds gaande is, die wordt steeds groter. Hij noemt het niet een oorlog tussen Rusland en Oekraïne, nee. Hij noemt het een oorlog van het Westen tegen Rusland. En de belangrijkste uitkomst van die speech is dat er in Rusland een gedeeltelijke mobilisatie komt. Dat wil zeggen dat alle mannen zich moeten melden bij het leger. Mannen tussen de 18 en 60 jaar oud. En dat is toch wel pijnlijk hoor, want ze hebben een beetje geprobeerd de afgelopen 8 maanden om die oorlog weg te houden. Om het algemene publiek niet daar te veel bij te betrekken. Ze noemden het nooit een oorlog. Het was altijd een speciale militaire operatie. Maar deze speech is duidelijk geworden, het is vol oorlog. Ja, dat is echt wel een verandering dus in hoe Poetin hier nu over spreekt. Wat betekent dit nou? Ja, dit betekent allerlei dingen. In de eerste plaats komt het op een moment dat het niet zo goed gaat met de oorlog vanuit Russisch perspectief. Dat zien we hier ook in de regio. We zijn in de stad Kharkov in het oosten van Oekraïne, hier in de provincie en in de regio's. De afgelopen weken hebben de Oekraïners enorm veel terreinwinst gemaakt. Ze hebben het Russische leger op verschillende plekken verslagen. Ja, dit betekent simpelweg dat Poetin een beetje in het nauw zit. Hij weet niet zo goed wat hij moet doen. Hij moet een algemene mobilisatie aankondigen omdat hij niet genoeg soldaten heeft. En hij moet maar verder dreigen en verder dreigen. Omdat hij ook niet weet hoe hij moet onderhandelen. Nou, wat dat betekent, wat voor resultaten dat heeft op het slagveld, dat moeten we natuurlijk nog maar later zien. Maar het is duidelijk dat Poetin een beetje in het nauw zit. Hey, Olaf in Kharkov, dankjewel voor je eerste toelichting op deze speech van Poetin. Ja, de algemene vergadering van de Verenigde Naties is vannacht begonnen. Ook daar wordt de oorlog uiteraard besproken. Leiders van bijna 200 landen zullen de komende dagen een toespraak houden. Poetin is daar dus niet bij, hij is in Moskou. Maar veel speeches gaan wel over hem. De bondskanselier van Duitsland zegt dat de wereld alleen veilig zal zijn als Rusland de oorlog verliest. Poetin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land. Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenden. En Japan grijpt de gelegenheid aan om te pleiten voor een hervorming van de Veiligheidsraad. Rusland zit er permanent in en kan alle besluiten dus met een veto tegenhouden. En daardoor stelt de Veiligheidsraad volgens Japan niets meer voor. Ja, en later vandaag spreken president Biden van de VS en ook Zelensky van Oekraïne de VN toe. Zelensky zal het doen via een videoverbinding. En vooral dat wordt spannend, zegt verslaggever Sophie van der Meer in New York. Reken maar dat het een hele spannende dag gaat worden vandaag. Zowel president Biden als president Zelensky gaan vandaag de algemene vergadering van de VN toespreken. De verwachting is dat president Biden echt zal gaan hameren op eenheid. Dat hij een zo groot mogelijk blok landen zal willen verzamelen achter Oekraïne en zo Rusland zal willen isoleren. Maar vergis je niet, er zitten 193 landen in de algemene vergadering van de VN. En hoewel de steun voor Oekraïne eensgezind is geweest de afgelopen tijd, ja, zijn er ook landen die nauwere band hebben met Rusland, die misschien Poetin niet voor het hoofd willen stoten, of die zeggen, hey, allemaal leuk en aardig, die miljarden steun voor Oekraïne, maar wij willen ook aandacht voor ons probleem. President Zelensky die zal juist willen proberen die aandacht voor de oorlog in zijn land natuurlijk vast te houden. En bij hoge uitzondering mag hij vandaag via een online videoboodschap de vergadering toespreken. De VS heeft al 15 miljard aan militaire steun aan Oekraïne gegeven. Gaat de VS dan vragen aan andere landen om meer steun te geven? Gaan ze zelf nog meer steun toezeggen? Dat gaan we vandaag zien.